Hoi, leuk dat je kijkt. In deze video ga ik de wimperserum van de Action uitproberen. Ik zat te twijfelen tussen twee verschillende wimperserums. Ik had eigenlijk die van The Ordinary al. Die wilde ik graag uitproberen. Alleen toen kwam Action uit met één. Dus die heb ik toen ook gekocht. En ik heb aan mijn volgers op TikTok gevraagd welke zij het liefste als eerste zouden willen zien. En dat is die van de Action. Dus die ga ik eerst uittesten. Een goede wimperserum, dat kost nogal wat. Dus als dit zou gaan werken, dan zou dat natuurlijk echt super zijn. Ik heb geen idee wat ik ervan moet denken, of het gaat werken of niet. Zo ziet hij eruit. Hij ziet er zo wel ietsje dikker uit dan het serum wat ik heb uitgeprobeerd. En dan ga ik gewoon langs mijn wimperrand. Ja, en wat ik dan ook doe is even je net even aan de onderkant. Tot nu toe geen rare dingen, niks opvallends. Ik ga hem een tijdje uitproberen en kom dan snel weer terug met een update. Even een korte update over de wimperserum van de Action. Ik gebruik hem nu ongeveer 3 à 4 weken. En ik merk nog niet heel veel verschil. Op zich zien mijn wimpers er wel goed uit. Het is wel een vol bosje. Maar qua lengte zie ik nog niet zoveel verschil. En nou is dat ook niet zo gek, want bij de meeste wimperserums zie je ook pas na 6 weken echt goed resultaat. Dus ik blijf het gewoon nog lekker even doorgebruiken. En dan na 6 weken kan ik echt zeggen of het goed werkt of niet. Ik gebruik de wimperserum nu 6 weken. Ik zie wel een beetje verschil. Mijn wimpers zien er wel goed uit. Mijn mascara zit goed. En ja, ik merk wel wat verschil. Als ik hem nog even vergelijk met een hele dure wimperserum, die ik ook wel eens heb uitgeprobeerd, dan is dat niet te vergelijken. Ik weet wat een serum kan doen met wimpers. Hij kan ze echt extreem lang maken. Dat doet deze van de Action niet. Maar op zich had ik dat ook niet verwacht voor die prijs. Als je echt niet veel geld wilt of kunt uitbesteden aan een wimperserum, ja, dan zou je het dus kunnen proberen. Volgens mij doet het wel wat met je wimpers. Maar wil je echt een verbluffend resultaat, ja, dan zou ik toch voor de wat duurdere wimperserum gaan. Ik ga voor de zekerheid nog even 2 weken hiermee verder met de wimperserum van Action. En daarna ga ik weer een andere wimperserum uitproberen. Mocht er nog iets veranderen in die laatste 2 weken, dan zet ik het wel even in een reactie onder deze video. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!